Weet je wat je leven kan redden bij brand? Snel en veilig kunnen vluchten. En daarvoor heb je tijdens een brand maximaal 3 minuten. Een hele goede reden dus om na te denken over hoe het vluchtplan in jouw woonsituatie eruit ziet. Even snel wat spullen op de trap leggen, die uiteindelijk naar boven moeten. Maar is dat wel zo handig wanneer je moet vluchten uit je huis voor een brand? Bij het maken van een vluchtplan bekijk je de mogelijke vluchtroutes in huis. Wat is de kortste en meest veilige route? Liggen er spullen in de weg? En waar ligt de sleutel van de deur? Ook denk je na over de plek waar je elkaar weer ontmoet. En maak je afspraken over wie de kinderen of huisdieren wakker maakt en mee naar buiten neemt. Zorg er altijd voor dat er op je vluchtroute geen spullen in de weg liggen waarover je kunt struikelen. Zorg ervoor dat er geen afgesloten deuren zijn zonder sleutels binnen handbereik. Het is misschien geen onderwerp waar je dagelijks mee bezig bent, maar ga ermee aan de slag. Maak tijd om samen met de mensen met wie je woont te bespreken wat jullie het beste kunnen doen in geval van nood. Test je vluchtroute ook minimaal 1 keer per jaar. Zo zorg je ervoor dat iedereen veilig buiten komt wanneer brand in je woning uitbreekt. Vergeet niet tijdens het vluchten alle deuren achter je te sluiten. Gesloten deuren zorgen ervoor dat de rook zich minder snel kan verspreiden. En dat geeft jou meer kans en tijd om veilig te vluchten. Natuurlijk zijn wij er als er brand is, maar je kunt zelf ook veel doen om brand te voorkomen of te beperken. Ben je benieuwd of jouw vluchtplan levens gaat redden? Ga naar testjevluchtplan.nl en doe de test.